Deze horizontaal, hè? Ja, dat zijn 10 werkjes horizontaal. Hey, 20, hè? Wat zijn 20 paneeltjes, hè? Oh ja, horizontaal. Ah, nee, nee, dat gaat niet. Nee, nee. Ja, ja, nee, dat kan niet. Ik ben Philip van Snik. We bevinden zich hier in mijn werkruimte in Brussel. Mijn type werk bestaat uit verschillende aspecten in feite. Het kader waar ik in werk is het duale. En dat duale is in feite de basis van gans mijn latere ontwikkeling. Het duale zijn twee polen die tegen elkaar inwerken en die een soort dynamiek doen ontstaan, die zich dan later in mijn gedachten heeft opgesplitst in een tiendelig systeem. En dat tiendelig systeem vertaalde zich in een cijferreeks van 0 tot 9. En als je dat bekijkt, kan je daar oneindig permutaties en ontwikkelingen mee maken. In feite. In een discipline is er veel vrijheid, maar heb wel een kader. En ik had me dus van in het begin via die dualiteit een kader opgelegd om te werken. Zoals andere schilders zich iets opleggen, bijvoorbeeld naar de natuur werken of de mimesis, het kopiëren van elementen uit de natuur of vertrekkend uit de fotografie of zo. Maar ik had mij een ander kader opgelegd, het kader van meer een inhoudelijk kader die een soort motor was van mijn arbeid. Een tiendelig systeem, van 0 tot 9. 0 is rood, 1 is blauw en zo verder, geel. Dan heb je de complementaire kleuren, oranje, groen en violet. De niet-kleuren, wit en zwart. En dan goud en zilver om de traditie van de schilderkunst volledig te omarmen. Een kader is iets waar je u kan in terugvinden. En dat is rustgevend en troostend. Het meest opvallende werk in de hallen is de synthese van traditioneel L-vormige kamer. Voor de toeschouwer is het wel belangrijk om daaromheen te gaan en de ervaring te hebben van het harde metaal en het zachte van de canvas. Omdat het duale aspect ook ligt in de materiële ervaring van de objecten. De fysieke ervaring is wel van kapitaal belang. Ruimte is een begrip die enkel realiteit krijgt door de materie die aanwezig is of de materie die de ruimte schept. Dus die objecten zijn zo materieel, dus dat ze de ruimte sowieso meenemen. Voor mij het maken van kunst is getransformeerd een realiteit in een object, in feite, die in feite die realiteit inhoudt, maar niet onmiddellijk zichtbaar is, maar die dus wel intrinsiek aanwezig is. Dus dat is hoe een kunstwerk kan ontstaan. Dus door gewoon het idee van er ontstaat iets, er breekt iets en na die breuk ontstaat iets nieuws. Dat is wat kunst kan zijn. Tja. Nee, de mensen zijn welkom, hè? Dat is een feit.